Waarom spelen dieren? Dat doen ze omdat ze het leuk vinden en omdat het ze helpt om te overleven. Beren bijvoorbeeld zijn dol op spelletjes. Ze worstelen, zitten achter elkaar aan en spelen met voorwerpen die ze in de natuur vinden. De chelidevissen gebruiken in hun aquarium de thermometer op de grond als een boksbal. Ze duwen het ding steeds omver, waarna het vanzelf weer overeind schiet. Octopussen trekken ballen onder water om ze vervolgens omhoog te laten schieten. En krokodillen leven zich helemaal uit. Ze spelen met houten ballen, prooidieren en afval en maken gebruik van golven en stroming in het water. Ze glijden zelfs voor de lol van hellingen af en rijden soms mee op de rug van grotere soortgenoten. Al dat spelen houdt dieren scherp, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Zeehonden hebben bijvoorbeeld door het spelen soms niet in de gaten dat de andere dieren in de buurt op de vlucht slaan. Maar ook mensen zitten soms te veel in hun spel.